Daar weer Jeff Delen. En een goede voorzet en Cyrus. Ja, zat daar niet al te goed bij. Maar een eerste waarschuwing dus van Westerlo dat niet van plan is om cadeautjes weg te geven hier. En een klein beetje meer druk, wat meer sfeer ook in het stadion. Rukavica legt dat voor Disa. Kan Rukavica hier iets mee doen? Oeh, nee, die bal gaat toch naast. Het was niet makkelijk, want de winter was goed uitgekomen. Het moest snel gaan. In deze Australië, Rukavica moeten we nog eens zien. Mooi gedaan. Kijk, het samenspel met Disa. En dan voorbij van Kerkhoven en dan iets te scherp die bal. Wilde hem stiften. Eigenlijk geen goede afwerking, moeten we zeggen. Een verre uittrap van Cyrus. En El Gaouri, kan hij iets? Jawel, Disa. Dit moet de 1-0 worden. Nee, op de voet van Yves de Winter. En protest bij Westerlo. Dit was weer een goede kans. En voor alle duidelijkheid, Roeselare moet dus wel winnen he, van Westerlo. We zijn zo'n 22 minuten ver. En kijk hier, een goede kans. Hoor. Mooi met de borst meegenomen, maar dan de voetreflex van de Winter. Bijna 25 minuten gespeeld. Vrije trap Westerlo. Over de muur en ja, mooi van Jakovinko over de muur. En hij raakt hem nog, Cyrus. Van Oudenaarde richting Van Houts. Die legt goed af voor Liliou. En dat is een goed schot, zou ik zeggen, een beetje gekraakt. Hij ging meteen zijn kans. Daar een botsing tussen twee spelers van Westerlo. Onder meer van Kerkhoven, daar met het nummer 11. En ook Lens Anap. Kijk maar, hier misverstand een beetje, voorzet richting de Kevi. De voet dan van Anap in het gezicht van Kerkhoven. Dat zal inderdaad pijn doen, zelfs voor een oude krijger als Nico van Kerkhoven. Slechte bal is dit. Van den Bussen, tot bij Prevost, die ziet de Kevi. De Kevi, een strafschopgebied binnen en dan trappen maar. Nee, mooi naar El Gaouri. El Gaouri beter. We zijn zo'n 7 minuten ver. Jakovenko in de kopbal en daar Liliou die naast de bal trapt. En dan een inworp zou je denken, maar nee, kijk hier komt hij nog eens. Dennis van Wijk weet dat er moet worden gescoord. Er moet worden gewonnen zelfs door Roeselare, maar het gaat naar de overkant. En een goede tackle is dat van Huygebaard. Roeselare moet zelf winnen om die eindronde met tweede klasses te vermijden. En daar een kans! Van Hout was het. En ik zei het net, het is eigenlijk Roeselare dat moet scoren en winnen om te kunnen profiteren van die tussenstand op Lokeren. Maar dan deze hoekschop en in één tijd, maar Cyrus raakt hem niet. Dennis van Wijk brengt Bertijn Tomou in de plaats van de misschien wel wat moe gestreden Rukavica. Hij moet de weg naar het doel vinden en liefst ook nog scoren. 73 minuten gespeeld en we hebben amper een volwaardige actie gezien in deze wedstrijd. Het moet dan ook meestal van stilstaande fase komen. Jakovenko. Maar nee hoor, ook die bal. Het is een beetje illustratief voor deze wedstrijd. Echt niet om aan te zien. Meters over het doel van Cyrus. Farsi naar de Petters. Ja, weer bij Farsi. Naar de Kelver op rechts. In de voorzet. En ook naar de kopbal van Hout. Ja, een goede kopbal. Maar mist net het kader. En dat weet ook Van Hout. Het was geen perfecte kopbal, absoluut niet. Maar een goede detente. En dan gaat hij een metertje naast. En dan had het er wel echt slecht uitgezien voor Roeselare. Elfson met de lange bal richting Tomou. Vindt hem niet. En dat is goed van Provost die uithaalt. Maar de bal gaat naast. En vertwijfeling bij Vincent Provost. De harde werker op het middenveld. Hier ontfutselt hij Farsi de bal. En dan
Nou, dit had wel beter gekund, metertje of twee naast. Het blijft 0-0. Mravac. Mooi is dat. Bij Seron. Seron probeert het zelf en dat is niet onaardig van die jonge Serviërs. Dit zou wel eens de allerlaatste mogelijkheid kunnen gaan worden voor Roeselare met Eyolfsson die de bal, ja, zoals meestal gewoon naar voren gooit. Tomu. En daar de Kivi. Op de rug van Oudenaar dacht ik, dit was echt wel de mogelijkheid. Kijk maar, Dukkevi en dan inderdaad de rug van Oudenaarde. Maar Roeselare houdt er nog een hoekschop aan over. Dit zou dan wellicht wel de laatste kans moeten gaan worden. Winnen is een must voor Roeselare. En daar de hoekschop. En nee, Yves de Winter. Dennis van Wijk weet niet meer waar hij het heeft. De spanning is te snijden en niet te houden. En daar het fatale eindsignaal mogen we zeggen voor Roeselare. Dennis van Wijk weet, het is niet gelukt. Ondanks de overwinning van Anderlecht. Deze supporters reageren gelaten. En kijk ook naar de spelers op de grond. Die weten dat ze nog een heel eind te gaan hebben. Na van het weekend nog wekenlang trainen. Om dan eindelijk die eindronde met tweede klasses te kunnen beginnen. En dat is geen ideaal vooruitzicht. Gelatenheid bij Roeselare dat dus op 0-0 blijft steken. Thank you.